Vervolgens gaat Harriet wat uitleggen over het stappenplan wat we hebben ontwikkeld. En gaan we jullie aan de hand van verschillende voorbeelden meenemen in wat die WBTR nou voor ons eigenlijk allemaal gaat betekenen en wat er ook van jullie verwacht wordt. We hebben er als KNSB voor gekozen om jullie daarin te adviseren. Er zijn allerlei bedrijfjes en stichtingen de laatste tijd opgepopt waarbij je tegen een betaling gebruik kan maken van hun diensten. En wij vinden het eigenlijk belangrijk dat we dat wij die rol voor jullie op je nemen, zodat je niet afhankelijk bent van een externe partij. Dat er misschien in de toekomst, en daar gaan we het straks ook nog over hebben, statutenwijzigingen aan zitten te komen. Daar kunnen wij in eerste instantie niet zoveel aan veranderen, maar daar gaan we uiteraard naar kijken hoe we dat zo financieel gunstig voor iedereen kunnen doen. Maar in eerste instantie kan je bij ons terecht, of kunnen jullie bij ons terecht, voor vragen over de WBTR. Harriet, je mag eentje doorklikken. Ja, nou, het doel van deze sessie is dat we jullie als bestuurders bewust laten worden van de gevolgen van de WBTR en dus de noodzakelijke acties die dit met zich meebrengt. Dus eigenlijk een hele korte en krachtige doelstelling waarbij we jullie dus met name willen wijzen op die gevolgen. Daar was ik. De aanleiding van de WBTR is voorkomen dat wanbestuur, onverantwoord financieel beheer, zelfverrijking, nou, et cetera, de rest valt te lezen, en andere ongewenste activiteiten, verenigingen en stichtingen schaden. Het is dus een wet die de bestuurlijke structuur en besluitvorming op orde probeert te brengen. En uiteindelijk gaat het erover dat het dus belangrijk is voor verenigingen en ook kleine verenigingen en stichtingen om hun zaken goed op orde te hebben en dus dit ook te kunnen aantonen. De wet die komt niet bij ons vandaan. Wij hebben hem niet bedacht. De gevolgen is uiteindelijk wel dat er dus heel veel verenigingen en stichtingen hier wel mee te maken hebben, maar dat het uiteindelijk wel als doel heeft dat we nou ja, het voorkomen met name van wanbestuur. En de essentie dus in de WBTR staat bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging en met haar verbonden organisaties. Dus het gaat over de bestuurders, dat die echt het belang van de vereniging voorop gaan stellen. Nou, dat is de essentie van de WBTR en aan de hand van het stappenplan willen we jullie daar nu in meenemen. Dus Henriette, the floor is yours. Dankjewel, Jurre. Ja, als je kijkt naar de essentie van de wet, dan moet je dat gelijk koppelen aan dit heb je meestal staan dat je je richt op het vertegenwoordigen van het schaatsen en het inlineskaten. Dat pak je dus dan in deze essentie. Dat neem je mee in je stappenplan, daar ben ik helemaal van me apropos. Dat gaat eens kijken. Ja. Net mijn tekst erbij. Ja. Dus. We kiezen ervoor om jullie dus te informeren over het bewustzijn, om dat te vergroten. En zaken die geregeld moeten worden voor 1 juli. En dat hebben we gedaan middels een stappenplan. Daar hebben we 2 fasen in. In fase 1 is het verstandig om als bestuurder ervoor te zorgen dat jij of jouw vereniging aan de wet voldoet. Op die manier kun je de kans op problemen zo klein mogelijk houden. Mocht het dan toch tot juridische problemen komen, dan is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je zaken goed geregeld hebt vanaf het moment dat de wet in werking is getreden. En dat is wat we dus graag met jullie nu vanavond, deze fase 1, willen doornemen. Er is nog een fase 2, het gaat over het aanpassen van de statuten. Maar daar hebben we nog ruim 5 jaar met elkaar voor om dat te doen. Deze fase 1 die is opgedeeld in een viertal stappen. En in de eerste stap gaat het vooral om dat je leest en informeert. En eventueel ook wat advies gaat inwinnen. Het lezen kan doordat wij binnenkort de presentatie beschikbaar stellen. Deze sessie wordt dus opgenomen. Daar ook van wordt de link verspreid. Dus dan kan je het allemaal nog rustig een keertje nakijken. En je kan bij ons terecht met je vragen.
Mocht je straks aan de slag gaan en denken van, hey, dit is voor mij niet zo helder. Als we dan naar stap 3 in fase 1 gaan, gaat het erom, en dit vinden we een hele belangrijke stap, om in bestuursvergadering met elkaar een aantal zaken door te nemen. We hebben hier een aantal op een rijtje gezet. Er staan een tiental aspecten. De dikgedrukte items, vier ogen principe, afwezigheid van een bestuurslid, vakante bestuursfunctie en tegenstrijdig belang, die lichten we vanavond toe. En de andere zaken vind je straks terug in de presentatie, de andere onderwerpen. Dan wil ik het graag het woord doorgeven aan Martine, die jullie mee gaat nemen in onder andere het vier ogen principe. Ja, dankjewel Harriet. Dan gaan we nu de door jou besproken aandachtspunten met een paar praktijkvoorbeelden illustreren. En dan hebben we hier meteen de casus clubkleding. Wat speelde daar? Nou, een bestuurder die belast was met de taak clubkleding, die doet in zijn eentje zonder overleg met de medebestuurders nabestellingen. Nu wil het feit dat die nabestellingen veel duurder zijn, want het was maar een kleine oplage. Dus zonder overleg nabestellingen direct uitgeleverd aan de leden zonder dat er werd betaald. Dan moet de vereniging dus betalen en de verenigingskas is leeg. De vraag is nu, wat nu? Nou, het punt is dat die leverancier daar weinig mee te maken heeft. Dus die zal het voltallige bestuur aansprakelijk stellen hiervoor. En het volledige bestuur is inderdaad ook verantwoordelijk en aansprakelijk hiervoor. Dus let op, dit is een valkuil. Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk. Nou, hoe kan je dit nu voorkomen? Dat is het bekende vier ogen principe. Dat is slim om dat vast te leggen. Hè? Dus het vier ogen principe toepassen bij uitgaven, werkafspraken daarover vastleggen. En zorgen dat het niet kan gebeuren. Dan gaan we verder met de volgende casus en dat gaat over een skatebaan. Hij is er nog niet, maar goed, ik weet waar die over gaat. Een vereniging gaat een skatebaan aanleggen. Dat zal voor velen van u wel bekend zijn. Nou, dat is een forse investering en daar moet heel veel voor gebeuren. En het bedrijf dat wordt ingeschakeld wil een fors voorschot voordat hij begint met de grondwerkzaamheden. Nou, het bestuur doet dat. Ze betalen een aanzienlijk bedrag aan de aannemer of de grondwerker. En wat gebeurt er daarna? Het bedrijf gaat failliet. En de skatebaan is nog lang niet af. Het aanbetalingsbedrag, een behoorlijk bedrag dus, dat is in rook opgegaan door het faillissement. En wat nu? Nou, de vraag die bij deze casus rijst is, heeft het bestuur wel voldoende onderzoek gedaan naar dat bedrijf, hè, naar de betrouwbaarheid van dat bedrijf? En had het bestuur wel een dergelijk groot voorschot kunnen betalen? Ja, ik denk dat een terechte vraag is. En wat zal er waarschijnlijk in de praktijk gebeuren? De ALV van de vereniging kan de bestuurders aansprakelijk stellen. Dat is een interne aansprakelijkheid. En ik zie een vraag opdoemen, die neem ik meteen even mee. Soms kan ik ze niet allemaal meenemen, want er verschijnen er wel vele nu. Maar wat is in dit geval voldoende onderzoek? Ja, dat is een hele goede vraag, omdat het helaas in de praktijk niet zo zwart-wit is. Ja, voldoende onderzoek is, ik denk niet dat je zover hoeft te gaan dat je alle jaarstukken gaat opvragen, dat je een kredietcheck doet, dat je werknemers gaat ondervragen van dat bedrijf. Ik denk dat je dat niet hoeft te doen, maar ik denk dat het wel handig is om een paar reviews te bekijken. Dat in ieder geval. En misschien wat kritische vragen te stellen. Maar goed, dat is één van twee. Hè? Want het tweede punt is natuurlijk, betaal nooit zo'n fors voorschot. Hè? Dat hebben we ook natuurlijk met opzet zo gekozen. Ik denk dat je echt moet proberen om zo laag mogelijk voorschot te betalen. Dus ja, ik vrees in dit geval dat alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn hiervoor. En alle bestuurders waren hier natuurlijk ook bij betrokken. Hè? Anders dan de casus van daarnet. Daar was het één bestuurder. Hier is het volledige bestuur. Zijn hier nog vragen over? Nou, dan gaan we verder met het volgende praktijkvoorbeeld. Ik zie toch nog een vraag komen. Even kijken hoor. Wanneer de ALV dit had besloten,
Dan gaat het in die zin mis, want dan moeten alle bestuurders in persoon bijdragen voor het verlies. Hè? Dus dat is de uiteindelijke consequentie. En ik denk dat het ook zou gaan gebeuren in het geval van de skatebaan. Nou, we gaan verder naar het volgende praktijkvoorbeeld. En dat is wel een aardige, want zojuist hebt u gehoord, hè, wat een bestuurder allemaal moet doen om zijn taak goed te kunnen vervullen. En we bespreken nu juist de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn taken niet kan vervullen. En dat heet belet. Martine, nog even. Ik denk dat er nog wel een paar andere interessante binnenkomen. Onder andere van Herman. Nog even terugkomend op de vorige casus, zeg maar. Geldt dat voor inkomsten? Of ja. Alleen voor nieuwe na 1 juli? Wat zei je? Geldt het? Geldt de aansprakelijkheid ook voor lopende overeenkomsten of alleen voor nieuwe na 1 juli? Dat is een goede vraag. Want ik weet, ik heb me namelijk niet verdiept in overgangsrecht van de WBTR. Dat eventjes denken. Het punt is, ik denk dat we het anders moeten benaderen. Het punt is dat de hoofdelijke aansprakelijkheid is er nu ook al. Alleen straks, na 1 juli, onder de WBTR, zijn er meer haakjes. Er verandert niet zoveel. En jullie zullen mij dat straks ook horen concluderen. Maar zover zijn we eigenlijk nog niet. Maar er zitten meer haakjes onder de WBTR om bestuurders aansprakelijk te stellen. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Maar het overgangsrecht ken ik niet. Daar kan ik anders apart op terugkomen. Oké. Okay. En dan misschien gelijk om nog wat vragen door te pakken, want ze stromen nu natuurlijk heel hard binnen, maar die hadden we ook wel verwacht. Hoe kan je voorkomen dat het bestuur aansprakelijk is? Dat is een goede bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dat zou echt het meest rechtstreekse antwoord zijn. Maar ook daar is wel een valkuil, want als je opzettelijk of bewust roekeloos handelt, dan zal de verzekeraar ook niet uitbetalen. Maar goed, laten we het niet te negatief maken. In principe is het antwoord goed verzekeren via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. En ik zie een handje van Pieter, en dat is onze verzekeringsrechtelijke goeroe. Dus die geef ik even het woord. Goedenavond allemaal. Misschien is het wel goed om erbij te vertellen dat in beginsel is de vereniging aansprakelijk. En het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld in geval van als er wanbestuur is of geen goed sportbestuur. Dus de allereerste manier om te voorkomen dat je als bestuur aansprakelijk wordt gesteld, is goed sportbestuur te hanteren. En dat is dus in dit geval onder andere het vier ogen principe hanteren of de afspraken die in de statuten zijn gemaakt na te komen en te hanteren. Mocht een bestuur het niet goed hebben gedaan en dus inderdaad vanwege wanbestuur aansprakelijk worden gesteld, dan heeft de KNSB collectief een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor haar leden afgesloten. En de leden, dat zijn dus ook de gewesten en stichtingen die lid zijn bij de KNSB. En die verzekering die dekt twee zaken. Die dekt voor eventuele verweerskosten. Dat kan behoorlijk hoog oplopen. En die dekt eventuele schade waarvoor de bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Daar zitten wel maximale bedragen aan. Maar die zijn afgestemd op de begrotingen zoals die bij schaatsverenigingen zijn. Dus Pieter, hier heb je denk ik ook gelijk indirect de vraag van Marina mee beantwoord. Van wij zijn als lid van de KNSB toch al verzekerd voor aansprakelijkheid. Ja, dat klopt. Ja, er zijn twee vormen van aansprakelijkheid. Bestuursaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en de bedrijfsaansprakelijkheid. En dat is de aansprakelijkheid die schade jegens derde afdekt. Maar niet vanwege bestuursbesluiten of bestuurshandelen, maar op allerlei andere vormen. Maar het klopt, alle onze leden, de verenigingen, de gewesten, de stichtingen, die vallen onder de dekking van onze collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Oké. En dan is de vraag die nog gesteld wordt, dat elke vereniging heeft beide, hè, bij ons. Dus daar is voor geen smaak in, het is gewoon een standaard optie bij ons in het lidmaatschap.
Ja, dat klopt. Er is nog één uitzondering overigens, maar volgens mij, dat is namelijk verenigingen die met volledige rechtsbevoegdheid, daar ligt de aansprakelijkheid in beginsel bij de vereniging. Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid, dus dat betekent als de statuten niet via de notaris zijn gepasseerd, daar ligt de aansprakelijkheid direct bij de bestuursleden. Altijd. En wat moeten we hierbij voorstellen, Pieter? Want kan je hem iets verder specificeren misschien? Of in een geval benoemen? Het is een juridische kwestie. Je kunt verenigingen hebben met volledige rechtsbevoegdheid. En dat betekent dat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dat je je statuut hebt laten passeren bij een notaris. Dus dat betekent dat alles heel formeel is vastgelegd. Je kunt ook een vereniging oprichten zonder je statuten bij een notaris te deponeren of te laten passeren. En dan, dat heet dan een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid. Heeft een andere juridische status. Ja. En we hebben niet het overzicht van hoe het met alle KNSB-verenigingen is gesteld. Maar ik vermoed dat bijna alle verenigingen volledige rechtsbevoegdheid hebben. Ja, het antwoord verschijnt ook in de chat van Henriët. Dat ruimt. Oké, pak ik hem even terug en anders kunnen we daar straks nog even over praten. We waren bij de situatie aanbeland dat een bestuurder nu juist tijdelijk niet in staat is om zijn taken te vervullen. En dat heet belet. We hebben daar een passende casus bij. Een bestuur van een schaatsvereniging bestaat uit 3 leden. Die worden helaas alle 3 ziek. Er kan dus niet bestuurd worden, belet, terwijl het schaatsseizoen in aantocht is en er nog van alles geregeld moet worden. Dus ja, wat nu, hè, als alle bestuursleden tegelijk ziek of met vakantie zijn? Met vakantie valt ook onder belet. Nou, onder de WBTR moet je dat regelen, dat is echt een verplichting. Dat valt onder de belet- en ontstentenisregeling, zoals dat heet. En dat moet je dus ook uiteindelijk vastleggen in de statuten. Nou, de meest logische stap, maar dat zullen jullie waarschijnlijk automatisch al doen, is dat als 1 of meerdere bestuurders tijdelijk afwezig zijn, dan zijn natuurlijk de overige bestuurders belast met de besturen. Maar zijn ze allemaal afwezig door ziekte? En dat zou je zomaar kunnen voorstellen in de huidige coronatijd. Ja, dan komt denk ik al snel de optie om de hoek om de ALV 1 of meerdere personen aan te laten wijzen. Ja, dus die dan tijdelijk de taak overnemen. Je hoeft het niet per se zo te doen. Je kan natuurlijk ook een oud bestuurder, een jonge oud bestuurder opnemen die je dan eerst benadert. En als die niet zou kunnen, dat je dan alsnog de ALV laat aanwijzen. Dus dat kort en goed over belet. Dan gaan we verder. Ik zie nog geen vragen, want dan zou ik hem willen doortrekken naar ontstentenis. Dat ligt in het verlengde van belet, want we hebben het hier dan over de bestuurder die definitief afwezig is. Nou, dat betekent feitelijk dus ook dat er een vacante bestuursfunctie is. Want u moet zich voorstellen, ja, definitief afwezig, dat is natuurlijk door aftreden, ontslag of, ja, laten we het niet hopen, overlijden. Nou, wat nu als alle bestuursleden tegelijk aftreden? Nou, dat kan zich voordoen bij een verschil van inzicht. Hè? Dan zullen alle, als ze allemaal een verschil van inzicht hebben, zullen ze allemaal aftreden. Ook dan moet je dat goed regelen, zegt de WBTR. En dan komen we weer bij die belet- en ontstentenisregelingen. Dat geheel moet je dus opnemen in de statuten. Nou, wat doe je praktisch bij ontstentenis? Ja, komt ook ongeveer op hetzelfde neer als er 1 of meerdere bestuurders definitief afwezig zijn. Dan zullen de overige bestuurders belast zijn met het verder besturen. En als ze allemaal zijn afgetreden, ja, ik noemde het net al, dan is de kortste klap de ALV iemand laten aanwijzen. Of een andersoortige voorziening. Daar ben je als vereniging wel vrij in. Dus dat in het kort over belet- en ontstentenisregeling. Zijn er vragen over? Geen vragen. Martine, ik wil hier nog even op aanvullen dat je dit dus in de komende maanden binnen het bestuur bespreekt. En met elkaar dus bepaalt van wat gaat er dus inderdaad gebeuren op het moment dat alle bestuurders er niet zijn.
Wat ga je dan doen? Ga je zeggen van die stap ligt dan bij de ALV, dat die dan een besluit mag nemen. Dat die dus zo snel mogelijk nieuwe bestuurders aan gaan wijzen, tijdelijke bestuurders. Wat je ook ziet is dat je dus, wat jij net ook al zei, dat je oud-bestuurders vraagt om een continuïteitscommissie te vormen. Zodat je dus op het moment dat alle bestuurders niet besluiten kunnen nemen, dat je naar die continuïteitscommissie kunt. En die neemt het over en maakt een besluit. Ja, daar ben ik dus wel fan van. Dat is dus echt, gaat het erom, denk hier met elkaar over na binnen het bestuur. Wat is bij jullie het meest logisch om toe te passen? Ja, en de vraag wordt gesteld, nemen we dit op in een statuut? En het antwoord is ja. En ik ben eigenlijk wel voorstander van die continuïteitscommissie. En dan liefst natuurlijk al met twee personen, bijvoorbeeld twee oud-bestuurders. Want anders, als je zegt de AOV wijst de continuïteitscommissie aan, ja, dan nog ontstaat er eigenlijk een gat, hè? Dan ontstaat er een vacuüm. Dus goed idee. Dan ga ik verder met het volgende onderwerp. En dat is het tegenzijdig belang. Martine, kunnen we nog heel even inzoomen op de vraag van Anneke? Vind ik wel een interessante. Hoe zit het met hoofdelijke aansprakelijkheid bij belet in verband met ziekte? Ik kan daar wel een voorbeeld van verzinnen. Die is misschien wel aardig. Stel twee van de drie bestuurders. Een van de drie bestuurders is inderdaad ziek en dus door belet afwezig. Er staat een belangrijk besluit te nemen. Er moet een nieuwe website worden gebouwd. En een van die bestuurders wil daarvoor zijn broer inschakelen. En die bestuurder weet dat de zieke bestuurder daar helemaal geen voorstander van is. Want die vindt die broer te duur. Laat ik hem even simpel zo samenvatten. Wordt dat op een 1-2'tje gegooid door de twee bestuurders die daar dus wel zitten en dat besluit nemen. En dan denk ik, maar goed, in de praktijk is er zoveel nog op af te dingen en ligt het zoveel genuanceerder. Maar dan denk ik dat... even kijken, want die derde was natuurlijk ziek. Ik denk dat dat wel een uitzondering is op de hoofdelijke aansprakelijkheid. Tenzij er dan geen goede belet- en ontstentenisregeling was. Want ik wilde er eigenlijk naartoe. Dat er dan sprake was van tegenzijdig belang en hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar ik denk eigenlijk, als ik het zo benader, dat die zieke bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk is. Tenzij je geen goede belet- en ontstentenisregeling had. Ik denk dat daar dan weer een uitzondering op is. Nou, ik heb een beetje ingewikkeld gemaakt. Maar laat ik het dan zo samenvatten. Als je je belet- en ontstentenisregeling niet goed hebt geregeld, dan is dat een minpuntje. Ik wil niet zeggen dat dat direct tot aansprakelijkheid leidt, want zo zwart-wit is het allemaal niet. Maar dat geeft een ALV bijvoorbeeld wel een haakje, of een leverancier een haakje, om hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Nou, ik hoop dat dat voldoende antwoord is op de vraag. Martine, kan het in een huishoudelijk reglement geregeld worden? Is ook een. Ik weet niet zeker of je daarmee zou redden als dat achter de statuten zit en je verwijst in je statuten natuurlijk ook naar je huishoudelijk reglement. Ja, liever niet. Ik heb wel sterke voorkeur voor statuten. Ik ga ook even Henriette digitaal aankijken. Dat willen we in de statuten, hè? Of zeg jij het dan ook? Ja, er wordt op verschillende plekken gezegd dat het wel de voorkeur heeft om het in de statuten op te nemen. Ik heb nu weer wat anders voor, zie ik. Dat was niet de bedoeling. Hier heb je dus ook een voorbeeld staan in de presentatie. Bij ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien. Zoiets zouden wij in de modelstatuten op kunnen nemen, wat jullie dan weer over kunnen nemen in je eigen statuten. En ik zie een handje nog van Jos. Dankjewel, Harriet. Ja, mag ik wat vragen? Zeker. Ja, mijn vraag is eigenlijk,
Stel dat er een besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen, bijvoorbeeld om een of ander heel erg kostbaar apparaat aan te schaffen. En een van de bestuursleden is daar beslist tegen. Wat moet hij dan doen om een aansprakelijkheid te ontlopen als hij als er geen ogenblik gedonder van komt, bijvoorbeeld doordat de AOV zegt dit hebben wij nooit begroot? Ja, heel duidelijk gedocumenteerd vastleggen dat dit wanbestuur is. Dat alle andere 4 of 2 of 3, dat hangt even vanaf, alle andere daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn. Maar degene die fel tegen is niet. Ja, je mag namelijk tegenbewijs leveren, hè, tegen de hoofdelijke aansprakelijkheid. En als je op voorhand al voelt aankomen, dit kunnen we helemaal niet, dit kan helemaal niet. Dan moet je echt alles doen wat binnen je vermogen ligt. Dus ook naar die leverancier, crediteur of in welke fase we dan ook zijn, hè, potentiële opdrachtnemer, en zeggen wij kunnen dit niet betalen, weet dat wel. Als je dat allemaal doet, dan zal je toch wel vrij uitgaan, naar mijn mening. Ja, maar dat is wel heel zwaar, geloof ik. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ik ben het helemaal niet eens met het aanschaffen van deze dure ijsveegmachine. Dan kun je wel naar de leverancier gaan om dat ook nog een keer te gaan vertellen. Maar dan zet je de club natuurlijk wel heel erg mee voor gek extern. Maar het wordt wel bij meerderheid van stemmen besloten. Alleen, als er na de hand door de ledenvergadering wordt gezegd, dat hadden we helemaal niet afgesproken, dan heb ik er eigenlijk niet zo'n zin in, als ik degene ben die tegen was, om daarvoor hoofdelijk aansprakelijk te zijn. En ja, dat begrijp ik heel goed. Maar het is wel een leuk voorbeeld, die inderdaad een nieuwe ijsveegmachine. Maar ja, het kan toch niet zonder slag of stoot, helaas. Je zult toch echt van alles moeten uit de kast moeten halen en ook dreigen met ik treed per direct af. Want ik ben het hier absoluut niet mee eens. Je zult toch echt wel, en ik weet nog niet eens zozeer of dat nu de nieuwe wet is, maar er zullen zeker haakjes voor zijn onder de nieuwe wet. Maar je moet echt wel duidelijk maken dat je het daar niet mee eens was. En dat er serieuze problemen ontstaan. En dat jij je daar als bestuurder niet aan wil verbinden. Dat je anders per direct aftreedt. En ja, je zou toch misschien toch wel je contractspartij heimelijk moeten zeggen, luister, er gaan problemen ontstaan. Want wij kunnen dit eigenlijk helemaal niet betalen. Ja, maakt niet uit. Het kan best zijn dat je het best kunt betalen. Maar dat de ledenvergadering zegt, dit is niet begroot. En dan kom je dus op een interne aansprakelijkheid. Hè? Dat wil ik eigenlijk ook even weten, hoe dat zit. Maar wat is de angst dan als het... wat wil de ALV dan? Wat gaat de ALV doen? Want in theorie kan het, hoor, wat u zegt. Ik vraag me alleen even af hoe ik me dat dan moet voorstellen. Die ALV zegt, we waren er tegen, het is niet begroot. Wil dat maar uit eigen zak betalen, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, dat kan ik me voorstellen dat de ALV zegt, dat is wel leuk dat jullie dat bij meerderheid hebben besloten, maar dat stond niet in de begroting. En we zitten ook niet zo ruim in het geld dat we ons dit soort kwartsuitgaven kunnen veroorloven. Bijvoorbeeld, hè, het is puur hypothetisch, maar een van de mensen die heeft gezegd, ik vind dat helemaal niet nodig en ik wil daar niet aan meedoen, ik ben er tegen. Is die dan toch hoofdelijk aansprakelijk als de ledenvergadering zegt, dit had het bestuur nooit mogen doen en lap maar met zijn vijven. Nou, dan zit bijvoorbeeld, dan kun je het ook nog leuk hebben dat er 4 leden in het bestuur in de bijstand zitten en dat de enige die tegen is, dat die zeer vermogend is. Ja. En iedereen is hoofdelijk aansprakelijk. Dus, in beginsel vrees ik van wel, moet ik zeggen. Maar vervolgens, het gaat natuurlijk nog verder, hè? Want je hebt hoofdelijke aansprakelijkheid en daarna is het niet afgelopen, want dan zijn er natuurlijk nog regresmogelijkheden. Is dat duidelijk? Dus verhaalsmogelijkheden onderling. En dan zal... Ik geef net het voorbeeld dat je bent met z'n vijven en 4 zitten in de bijstand en toevallig de enige die tegen is, en terecht natuurlijk, want die dacht, Dit gaat me mijn huis kosten. Het is wel een enorm zwartgallig scenario. Want ik wil nog zeggen dat je dat die bestuurder die het er niet mee eens is, krijgt wel wat wind in de zeilen. Want er moet namelijk ook décharge worden verleend door de ALV. Die wordt niet verleend, dat is ook een indicatie. Ik wilde er eigenlijk naartoe. Maar ja, als u zegt alle 4 in de bijstand en absoluut niks te halen. Ja, dan moet ik wel met u meegaan om te zeggen dat dit een heel somber scenario is. Ja.
Martine, mag ik wat, wat aanvullen? Ja. Want het draait uiteindelijk allemaal of er sprake is van wanbestuur. Ja. En het eerste dus wat er moet gebeuren is dat, en daar is die WWTR ook voor bedoeld, dat de manier waarop verenigingen met financiële afspraken omgaan, dat die goed worden vastgelegd. En dat betekent dus ook dat er bijvoorbeeld wordt vastgelegd welk mandaat een bestuur heeft om financiële besluiten te nemen. Als die afspraken zijn vastgelegd in de statuten of in reglementen en het bestuur wijkt daar willens en wetens van af, dan is er sprake van wanbestuur en dan kan er sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar als het bestuur zich netjes aan de regels van de vereniging houdt, van de statuten houdt, dan kan er natuurlijk best wel een verschil van mening zijn over bestedingen die een bestuur doet. En waarvan de ALV zegt, nou dat hadden we liever niet gewild. Maar het moet wel passen binnen de begroting, binnen de regels van de vereniging. Dus het is niet zo dat een bestuur die bestuurt, die maakt daar keuzes in. Allemaal conform de plannen van de vereniging. En achteraf zegt de ALV, dat hadden wij niet gewild. Dat is geen wanbestuur per definitie. Dus dat is de toetssteen. Mag ik nog wat zeggen? Nee, maar het geld was er niet, hè Pieter. Dat was wel een, nou ja goed. Ja, volgens mij moeten we de discussie even laten. Want we gaan heel diep. En ik denk dat Pieter net wel een duidelijke, in ieder geval versimpeld heeft weer terug naar de WBTR. Want ik denk dat we daar wel gewoon even naar terug willen. Mag ik één opmerking maken? Ja, Henk? Nou, wij hebben in het bestuur en in de statuten vastgelegd dat besluiten alleen worden genomen voor voltallige meerderheid van het bestuur. We zijn met z'n vijven en elk besluit moet door vijf ondersteund worden. Is één erop tegen, gaat het besluit niet door. Ja, dat is ook een goeie. Daarmee voorkom je al die situaties die Jos van Pelt schetst. We zijn met z'n vijven aansprakelijk en alles wat we doen we met z'n vijven. Dus er één op tegen. Is het einde discussie, gaat het feest niet door. En dan kun je ook nog zeggen uitgaven boven, ik noem maar wat, 1500 of 2000 euro. Zo zou je het ook nog kunnen onderscheiden. Kan ook nog. Ja, die constructie hebben wij ook. Maar in ieder geval, wat ik wil aangeven is, om die stappen die Jos van Pelt noemt, om die te voorkomen, we gaan alleen met z'n allen akkoord en zo niet, dan gebeurt het niet. Nee, goed punt. Ja. Oké, dankjewel. Oké, dan gaan we verder met tegenstrijdig belang. Het kwam net al eventjes voorbij. Om even wat voeling te krijgen met wat is nu precies een tegenstrijdig belang, heb ik een paar voorbeelden opgenomen. Nou, een bestuurslid dat werkzaam is bij de webbouwer die voor de vereniging de website gaat bouwen, of werkzaam bij de aannemer die de kantine of het clubhuis gaat renoveren. Die heeft natuurlijk daar ook nog een ander belang dan alleen het pure verenigingsbelang. En als je die lijn doortrekt, dan moet je ook denken aan situaties zoals een bestuurslid dat een broer, zus of buurman heeft met een slecht lopend bedrijf dat op omvallen staat. En die denkt, ik moet proberen dat bedrijf bij onze vereniging naar binnen te krijgen, want dan kan ik mijn broer, zus of buurman redden. En u voelt wel aan, hè, dan komen er andere belangen bij. Het hoeft niet per se direct tegenstrijdig te zijn. Dus dat moet je echt per situatie goed bekijken. Maar deze voorbeelden die ik nu noem, neigen natuurlijk wel naar tegenstrijdig belang. Nou, wat te doen? Hè? De WBTR wil dit soort situaties voor zijn. En verlangt van verenigingen dat ze een tegenstrijdig belangregeling opgenomen hebben. Ook hier bij voorkeur in de statuten opnemen. Hè, dus bij voorkeur in de statuten opnemen dat de bestuurders die vermoeden een tegenstrijdig belang te hebben, dit melden aan de andere bestuursleden. En dus ook niet mogen meebesluiten over dat onderwerp. Dus dat moet worden vastgelegd. En ik had het al gezegd. Ik heb het goed vastleggen in de statuut. Die staat allereerst in de notulen natuurlijk. Maar dat is achteraf. Dus vastleggen in de statuten. Liever niet in het huishoudelijke reglement. En per geval in de notulen vastleggen dat het bestuurslid niet heeft meebesloten en niet heeft meegedaan aan de beraadslagingen. Hoe ver gaat het nou, het tegenstrijdig belang? Hè? Want in de praktijk zijn er heel veel lastige situaties. Bijvoorbeeld het volgende. Hè? Want het moet natuurlijk ook niet zo ver gaan dat je een bestuurslid dat professionele expertise heeft en die expertise wil inzetten voor de vereniging, dat dat niet zou kunnen. Hè? Dat je daar al meteen roept,
dat is een tegenzijdig belang. Want dat hoeft helemaal niet. Dus ik zou zeggen dat je hoeft het niet zo ver op te rekken tot een onbewust tegenzijdig belang. Of een misschien ooit mogelijk tegenzijdig belang. Maar dat is mijn mening, hè. Ik zou zeggen, laten we het niet zo ver oprekken. Bekijk het per situatie. En is er echt gewoon een direct tegenzijdig belang, dan moet je natuurlijk wel heel serieus oppakken. En dan mag dat bestuurslid niet mee besluiten. Nou, even kijken, want ik ben van mijn sheet afgestapt. Wat staat er precies? Even kijken, waar was ik? Oh ja, dit was de penningmeester die werkt bij een bedrijf gespecialiseerd in duurzaamheid. En die vraag je dan om zijn kennis in te zetten voor het belang van de vereniging. Nou, ik zei het net eigenlijk al, hè, dan hoeft er dus geen sprake te zijn van een tegenzijdig belang. Als je het allemaal maar goed vastlegt en goed communiceert. Het valt in staat eigenlijk gewoon ook met goede communicatie tussen de bestuursleden onderling. Nou, dan melden wij wel op deze sheet dat dit natuurlijk wel alsnog een tegenzijdig belang kan worden. Als die penningmeester eigen gereid gaat handelen, toezeggingen gaat doen aan het bedrijf. Dan kan het alsnog worden gezien als een persoonlijk tegenzijdig belang. Ja, het valt in staat natuurlijk ook mee of het onbetaald is, hè, of voor een klein vriendenprijsje, of dat het richting serieuze fees gaat. En zo moet je het eigenlijk elke keer per situatie bekijken. Nou, wat te doen, ik zei het net eigenlijk ook al, hè, melden binnen het bestuur en goed vastleggen. Nou, dat is het eigenlijk in een notendop. Even kijken hoor, heel even kijken wat in de chat staat. Ja, dan krijg je inderdaad dat soort voorbeelden. De vraag die gesteld wordt is, stel we zoeken een hoofdsponsor en mijn bedrijf wil dat wel. Mag ik hier dan over mee beslissen? Ja, dan ga ik hem even terugbouncen, want de vraag is dan, hoe zuiver is het? Betekent dat bestuurslid daardoor misschien zijn baan behoudt omdat er meer werk uit voortvloeit en hij dan dus niet op de afvloeingslijst staat, ik noem maar wat. Betekent het op een andere manier misschien een gewin of een extraatje of een bonus, ik noem maar wat. Misschien niet helemaal het juiste voorbeeld, maar jullie weten denk ik waar ik naartoe wil. Als dat zo is, ja, dan gaat het toch wel richting tegenzijdig belang. Dus dat moet je nog je wel afvragen. Dus nog een voorbeeldje. Stel, je gaat een of ander evenement, ga je cateren met je eigen bedrijf. En jij bent een werknemer van dat bedrijf. En bij die cateraar krijg je een kleine bonus als je een nieuwe opdracht binnenbrengt. Nou, dat is dan in dit geval voor een evenement van die schaatsvereniging. Ja, dat is naar mijn mening een tegenzijdig belang. Zo sta ik er wel in. Zijn er nog verdere vragen over tegenzijdig belang? Martine, wij hadden vanmiddag zelf het voorbeeld dat we droeg ik aan van binnen het bestuur is een bestuurslid die ook tevens trainer is. Mag hij zijn dan? Ik moet je even onderbreken, want ik moet even lachen. Er wordt een heel leuke opmerking geplaatst. Iedereen ziet hem wel. Ja, dat maakt dan misschien, en zo is het kringetje dan weer rond. Inderdaad, oké, okay, daar zou ik misschien van zeggen. Ja, maar goed, dat even terzijde. Excuus, Harriet. Ja, maakt niet uit. De vraag waar wij vanmiddag over hadden van een bestuurslid die tevens ook trainer is. Mag het bestuurslid dan meebeslissen over besluiten die over trainers en trainingen gaan? Ja, dat is wel een aardig voorbeeld, omdat het niet over een financieel belang gaat of een echt gewin. Maar wel gewoon over prettige trainingstijden voor dat bestuurslid tevens trainer, hè, als ik het goed had begrepen. Ja, misschien ben ik dan nu te streng in de leer, maar ja, dan heb je natuurlijk toch ook wel een ander belang. Je hebt eigenlijk toch ook wel een persoonlijk belang. Ik denk wel dat het heel netjes is om te zeggen, joh, nu we hierover vergaderen en hier eens over gaan besluiten, weet dat ik natuurlijk ook trainer ben en dat het mij zus en zo goed uitkomt. En ik denk dat je er dan naar zou moeten neigen om niet mee te beslissen. Nee, ik denk daar neig ik wel toe. Ja, maar ik denk wel dat je je input moet kunnen geven. Dat moet natuurlijk nog wel kunnen.
Nee, is persoonlijk belang gelijk aan tegenstrijdig belang? Nee, dat is niet helemaal zo. Even nadenken hoe ik dat ga noemen, want een tegenstrijdig belang is namelijk echt dat het echt nadelig is voor de verenigingen. En toch met een persoonlijk belang kan een tegenstrijdig belang worden. Dus dat kan natuurlijk gradueel oplopen. Maar het is niet helemaal hetzelfde. En een persoonlijk belang, een heel klein persoonlijk belang, dat hoeft natuurlijk toch nog niet een tegenstrijdig belang te zijn. Laat ik het zo zeggen, zo noemen. Wilde jij daar nog wat op aanvullen, Henriette? Of zag ik per ongeluk even een ander casusje voorbij komen? Oké. Nee, het was per ongeluk. Oké. Dan ga ik me wagen aan een juridische conclusie. Het punt, wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter door de WWTR? Die angst is er wel en die wil ik eigenlijk wegnemen. Want op zich is dat gewoon niet zo. Want alles wat straks onder de WWTR kan qua hoofdelijke aansprakelijkheid, dat kan nu ook al, behalve in faillissement. Daar is wel een uitzonderingssituatie. Maar dan is die zelfs ook nog niet zo zwaar. Daar ben ik toevallig vanmiddag nog even ingedoken. Zelfs tot en met de kamerstukken van de minister. En die zegt, weliswaar is de aansprakelijkheid voor bestuurders onder de WWTR in faillissement groter. Dus ook lees even bestuurders van verenigingen. Zegt de minister, toch willen we daar een lichter regime op toepassen. Omdat we anders geen vrijwilligers meer krijgen voor sportverenigingen. Dus de minister zegt zelf, neem het nou niet te zwaar op allemaal. Want dan krijgen we straks geen enkele bestuurder meer. Maar goed, even terug naar hoe ik het zou willen samenvatten. Behalve in faillissement, dat is dus wel iets aangescherpt, denk ik dat het toch echt ongeveer gelijk is, de aansprakelijkheid. Behalve dat de WBTR het gewoon geregeld wil hebben. Dus de haakjes onder de WBTR, de handvatten en de haakjes, die zijn er wel sneller tot aansprakelijkheid. En dan zullen sommigen zeggen, en dus ben je sneller aansprakelijk. Nee, maar dat deel ik niet. Nee, het toepassingsbereik is groter geworden. Het is juridisch procedureel iets makkelijker geworden. Maar het is echt niet zo dat je veel sneller aansprakelijk bent onder de WBTR. En dan natuurlijk tot slot, althans voor mijn deel, hoe verklein je de kans op aansprakelijkheid? Nou, let gewoon heel goed op al die stappen. En loop al die punten nauwgezet na. Regel het allemaal goed. Ja, en dan zal het echt in de praktijk wel loslopen. Nou, dat was mijn deel. Dan geef ik het stokje terug aan Henriette. Dankjewel, Martine. Je hebt een aantal aspecten toegelicht met mooie praktijkvoorbeelden. Waar we jullie vooral van willen bewust maken, bespreek het dus in het bestuur. En leg het dan in eerste instantie vast in je notulen. En probeer dat echt te doen voor 1 juli. Bekijk eens van wat heb je met elkaar afgesproken over het 4-ogen-principe. Wanneer kijkt er iemand met de penningmeester mee? Zou dat nog anders kunnen? Hebben jullie dat voldoende geregeld? Kijk daar nog een keertje naar. En misschien moet je dat nog eventjes extra gaan regelen. Qua financiële administratie, kan er iemand met de penningmeester meekijken? Of is dat allemaal 1-op-1? Krijg je regelmatig terugkoppeling? Kijk daar met elkaar binnen het bestuur nog een keer naar van hoe loopt het tot nu toe en wat zouden we willen kunnen doen. Je hebt inderdaad de kascommissie. De kascommissie is bij de meeste verenigingen 1 keer per jaar. Is dat wat je met elkaar afspreekt? Is dat nog steeds voldoende 1 keer per jaar? Of ga je vragen aan de kascommissie, nou een keer tussentijds past misschien ook wel bij onze vereniging. De punten die hier staan, die we met deels doorgelopen hebben, bespreek dus in het bestuur, leg het vast in notulen. En voor sommige punten zal gelden dat je dat ook moet vastleggen in het huishoudelijk reglement en een aantal punten vastleggen in de statuten.
In de uitwerking van hiervan, dat de komende weken op de site gaat verschijnen, geven we ook aan welke stap ook nog vastgelegd moet worden in notulen, welke in een besluitenlijst, welke in een huishoudelijk reglement en welke in de statuten terugkomen. En we leveren inderdaad straks nieuwe modelstatuten aan, waarin dus die zaken die met de BBTR te maken hebben, staan opgenomen. En dan kom je inderdaad, ik pak hem eerst eventjes deze erbij, volgende sheet. Dus waar leg je allemaal dingen vast? Bestuursnotulen, besluitenlijst, huishoudelijk reglement en statuten. Deze sessie is echt voor het bewust worden van wat ga je in het bestuur doen en wat leg je in notulen vast. En dus, daarna komt de volgende fase, waarin je dus richting de statuten gaat. Je hebt maximaal 5 jaar om de statuten te wijzigen. We gaan jullie daarmee meer over informeren, want een statutenwijzigingstraject is best wel een langlopend traject zijn, waarin je hebt in ieder geval te maken met de ALV die het moet goedkeuren. En een statutenwijziging is niet in de eerste ALV, maar daar doe je een aankondiging. Dan laat je het zien en vervolgens komt er nog een ALV aan. Dus houd daar in ieder geval al rekening mee, waar je in de toekomst mee aan de gang gaat. Dus. Ik zie vragen komen over huishoudelijk reglement. Als KNSB hebben we daar nog geen voorbeeld van, maar dat is wel een vraag die we nu krijgen. Dan kan ik eens kijken of we dat mee gaan nemen. Wat ik alvast even kan aanstippen wat betreft statutenwijziging. KNSB werkt sinds 2 jaar met de doe-het-zelf notaris. En dat is, als je de modelstatuten van de KNSB toepast, dan is het een invuloefening met een aantal zaken en daar zit een gereduceerd tarief aan. Wij zijn nog aan het kijken hoe we daar meer dingen in kunnen doen. Maar dat is allemaal voor de komende tijd. Voor nu is het allerbelangrijkste: bespreek in het bestuur zaken over het. Wanneer pas je het vier ogen principe toe? Vanaf welk moment? Voor welke onderwerpen? Vanaf welk bedrag? Wat ga je doen met tegenstrijdig belang? Allemaal dat soort zaken. Bespreek dat echt met elkaar. Tot zover onze informatie. Ik zit even te kijken of ik nog wat vragen gemist heb in de chat. Huishoudelijk reglement wel. Als je in de laatste 2-3 jaar je statuten hebt gewijzigd, is het niet heel veel wat er wijzigt. Maar ja, het zijn wel essentiële dingen in het kader van de WBTR die dus binnen die 5 jaar gedaan moeten worden. Verenigingen die al veel langer geleden de statuten van die tijd zijn, uit 1996 of 1985. Daar zitten veel meer dingen in die gewijzigd moeten worden, dus dan ga je gelijk een veel grotere stap maken. Dat is wel mooi, want dan ga je aansluiten bij de huidige situatie. Dus dat is wel prettig, waarin je allerlei zaken ondervangen hebt. Die, ook al heb je dit niet in je eigen statuten opgenomen, toch voor je gelden. Maar ja. En is een huishoudelijk reglement verplicht? Daar moet ik even het antwoord schuldig op blijven. Het is wel heel gebruikelijk dat verenigingen dat hebben.
Het is niet verplicht, maar het is wel heel gebruikelijk. Het is wel een gemiste kans, denk ik, om het niet te hebben. Omdat je daar toch een aantal praktische zaken en nadere invullingen in opneemt. Maar volgens mij is het strikt genomen niet verplicht. Ja. Ja. En in de komende weken gaan we proberen dus veel meer informatie aan te leveren. We hopen ook de nieuwe modelstatuten eind deze maand te kunnen publiceren en rond te sturen. En ik zag nog een vraag heel snel voorbij komen, maar die zit echt al nu tientallen opmerkingen terug. Maar daar ging het over jurisprudentie in het bedrijfsleven. Ik denk over de vennootschappen, over de BV. En of die van invloed kon zijn. Of in ieder geval of die ter lering kon zijn voor de situatie na 1 juli. Het antwoord daarop is op zich wel ja, maar dan wil ik het toch iets vrolijker maken dan dat. Dan wil ik aangeven dat u dan zult zien, als u dat gaat doen, dat je het eigenlijk echt wel bond moet maken voor aansprakelijkheid. Het moet echt sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. En dat wil ik nog benadrukken. En dat is ook de lijn in de jurisprudentie. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. KNSB biedt straks nieuwe modelstatuten. Die modelstatuten neem je over. Dat wordt jouw voorstel voor de statuten. Die moeten in eerste instantie nog weer goedgekeurd worden door de KNSB. Vervolgens worden die in de ALV bekrachtigd. En nadat ze in de ALV bekrachtigd zijn, ga je daarmee naar de notaris. En dan heet het dat ze bij de notaris verlijden. Maar die stappen, daar komen we binnenkort op, waarin we jullie daar uitgebreider over informeren en meenemen. We zijn precies op 8:30 op dit moment. Dit was een eerste aanzet vanavond om jullie bewust te laten worden van wat de BBTR voor jouw vereniging betekent. Welke zaken je dus moet bespreken, tenminste wat ons advies daarin is. Heb je vragen, mail het aan lidmaatschap@knsb.nl. Dan gaan we proberen je zo snel mogelijk antwoord te geven op je vraag. En de presentatie komt in of na het weekend online te staan. Oké, dan zeg ik hartelijk dank en tot sprekens. Dank allemaal, veel succes met de BBTR.